Welkom kijkers op zowel Twitch als YouTube. Het moet wel. We gaan een mooie bot. Hoeveel packs erin? 36? Ja. Okay. Ik heb trouwens de nieuwe set die in september komt gezien. En die ga ik sowieso halen. Nu haal ik sowieso alle nieuwe sets. Maar... Welke Pokémon? Dat is Lost Origin. Volgens mij is het een remake van sommige kaarten. Maar ook met best wel wat shinies erin en zo. Oké. Dat is wel vet. Eén zo'n pack art heeft ook een shiny Gardevoir erop staan. Dus dat is wel vet. Oké. Nice. Zo. Welkom kijkers en kijkerzinnen. We gaan vandaag Pokémon Packs openen. We gaan Darkness Ablaze. Dat is een van de eerste Sword and Shield sets. En dit is een set die ik nog niet eerder heb opengemaakt. Dus dat is wel echt vet. Allemaal nieuwe kaarten. En om te zien. Oké, ik ben vooral benieuwd naar de big pools. Justin is vooral benieuwd naar de big pools. En gelijk heeft hij, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Big kaarten, jongen. Ik gewoon niks van. Zo. Die moeten we even wegdoen. 1, 2, 3, 4. Hier neerleggen. En dan beginnen we met het eerste pakketje. De hamster die gaat op de achtergrond even mee bemoeien ermee. Laten we het scherpstellen weer eventjes meteen doen. Nou, dat... Dat is wel een scherpe vinger. Yes. Ja. Een energy. Een combusken. Ja, dit is sowieso wel vet. Puppitar. Corvusquire. Starly. Skarmory. Pansage. Electrike. Fletchling. Reverse Holo Milotic. En een Thievul. Oké. Een slechte start. Een mindere start, dat is op zich niet erg, dat kan gebeuren. Ja, die toeval is dan de rare, ja. Yep. Niet eens een holo. Helaas. Nintendo spuugt in ons gezicht. 2, 3, 4. Zo. Oh, tweede pakje. Het is altijd fijn als hij gewoon scherp stelt. Ik weet niet waarom hij nu meer moeite heeft. Misschien omdat er veel licht achter mij is. Dat kan. Dat ik eventjes de blindering omlaag moet doen. Maar daar is hij. Darkness Energy. Puppitar. Corvusquire. Hiding Energy. Hippopotas. Golett. Skitty. Dino. Mooie art. Inderdaad. Dunsparce. Reverse Holo Rowlet. En een Lugia. Oké. Als ze die Lugia gewoon holo of zo hadden gemaakt, dan was het ook nog gewoon... Die zal er ook wel in zitten, hoor. Dit is gewoon de common Lugia, jongen. Wat moeten we daarmee? Helemaal niks. Die van die online training card game, die wil jij gewoon op jouw account doen? Dat mag. Jij kan die, ik weet niet of jij... Want ze zijn met een nieuwe game bezig, dus ik heb nog zo'n stapel van die kaarten liggen. Dan heb je dadelijk nog een stapeltje bij. En Fighting Energy. Corvusquire. Dat is gewoon een derde pakje waar die in zit. Ja. Struggle Gloves. Jigglypuff. Dunsparce. Clink. Marini. Torchic. Reverse Holo. Billowing Smoke. En een Surfetched. Oef. Ja, het is goed, want ik heb... Ik heb nu al 2 of 3 keer gehad dat mijn eerste pakje meteen een super goede pool had. Ja. En had ik daarna niks meer. Hij lijkt shiny, maar dat is hij niet ofzo. Surfetch, nee, die is niet shiny. Ja, nee, maar ze heeft wel van die sterretjes op die art. Zeg. Oh ja, inderdaad. Dus dat is raar. Het had gewoon gekregen, zeg maar. Of het is een hidden shiny. Als jij dat wil. Oké, next. Ik ga voelen dat er iets aankomt. Een Water Energy. Lunatone. Struggle Gloves. Combusken. Ik zit te kijken, want ik heb een paar gedropte frames. Dat is wel een beetje raar. Sandred. Rowlet. Squawvet. Spinarak. Larvesta. Reverse Holo Simapour. En een Golurk. Nog niet eens een gewone holo, hè? Die gaan allemaal nog komen. Nee, de Force Beam, weet je. En hoezo is een... Oh, oké, nee, ik wil wel zeggen, dit is wel die geëvolveerde. Ja.
Hij heeft fucking veel energy nodig voor een aanval. Inderdaad. Nu is een 3 energy valt nog wel mee en een 80 aanval is wel oké, maar... Ja, maar 4 of 5. Ja, maar wel 180, dan ben je wel, dan die is nog wel fucking sterk. Ja, oké, oké, oké. Een electric energy. Een rare fossil. Simisage. Simipour. Larvesta. Hippopotas. Golett. Skiddy. Dino. Reverse Holo Taurus. En een Galarian Slowbro V. Nice. Oké, de eerste. Een beetje. Maar die heb je dan ook in VMAX of niet? Kan, dat is niet altijd zo, maar dat kan. Ja, waar leg je ze normaal altijd neer? Wordt de dia gewoon daarnaast. Oh, maar ik dacht, okay, je wil hem even bekijken, dacht ik. Okay. Ja, de background is wel echt nice, man. De background. Ja, dat is, die is wel vet, ja. Ik vind sowieso het ook wel een vette Pokémon, dat scheelt ook wel. Want die V's zijn niet zo heel bijzonder, zeg maar. Nee. Alleen als het een vette art heeft, dan is het wel vet. Je wil de V-Maxes. Inderdaad. Een Energy. Simisage. Simipour. Corphisquire. Nickit. Shelmet. Larvitar. Grimer. Oh, moet wel een beetje... Ja, Galarian Darumaka. Reverse Holo Snubbull. En een holographic Blaziken. Oké. We hebben de hele Blaziken line al gepoeld. Die is een stukje cooler. Zeker. Maar holo's zijn dan ook automatisch al minder zeldzaam? Of kunnen die ook gewoon best wel wat waard zijn? Alles waar een Charizard op staat is veel waard. En anders hebben holographic niet zoveel... Ja, of shinies, maar dat is inderdaad alleen in die shiny fate, zeg maar. Ik vind het wel een vette arm, man. Oké, een energy. Een heat energy. Simisear. Ductrio. Galarian Darumaka. Sentret. Rowlet. Squawvet. Spinarak. Feebas. Oh! Oh, yo! Ja, hoor, daar is die al. Oh, wow. Oh, wacht. Kijk, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat hij er toch ook weer niet in zat. Want? Want de catch was eigenlijk dat de box die jij nou opent, Milan, gewoon helemaal van jou is. Maar... Ik dus snap wel dat je die deze Charizard die jij nou hebt gepoeld, is gewoon van jou. Wow, yo, nice! En het is ook nog eens een van de beste kaarten in de set. Wow, yo. Ja, die moet sowieso gegraded worden. Deze kaart moet sowieso gegraded worden. Holy shit. Die is echt fucking vet. Die is fucking vet. Want die van Shiny Fate is ook echt vet als die shiny is. Maar, wat. Ik heb nou wel een beetje meer respect voor Leon met zijn... Deze kaart is fucking vet. Holy shit. Ja, man. Holy shit. Ik wil eigenlijk pas wachten met de cash van de laatste packie. En ik dacht van, ik ga op dit moment... Wat lief van jou. Ik twijfel. Dankjewel. Hij ziet er ook wel nog echt goed uit. Hopelijk is hij dan ook goed gelined, maar dat... Dat weet jij beter dan ik. Ja, de voorkant kan je bij die kaart toch niet zo goed zien. Dus dat is niet zo'n probleem. En achterin zat een heel klein verschil. Maar er mag een verschil in zitten. Ja, er mag een verschil in zitten voor een team. Dus dat is niet zo... Ik denk dat die echt wel... Ik wil die echt laten graden. Ik ben echt benieuwd naar wat die voor grade krijgt. Hij was sowieso... stond er een leuk getalletje achter. Yep. Semi-seer. Ductrio. Eigenlijk is het al een geslaagde opening. Yep. Ja. Rare Fossil. Dino, Persimmon, Bunnelby, Vanillite, Gotita, Reverse Holo Wishy Washy en een Talonflame. Ja, hij is echt nice, man. Hij is echt nice. Ik snap het wel. De Charizard fetish. De Charizard zelf is ook helemaal glimmend, zeg maar. Yep. Het is echt een hele vette kaart. En hij komt er ook uit. Het vuur, de achtergrond. Ja, deze. Dit is de Big Dick. Een Energy.
Steenie, een old PC, Ursaring, Gotita, Nickit, Shelmet, Larvitar, Grimer, Reverse Holo Morlul, en oeh, een Houndoom. Oké. Dit is full art. Dit is een full art Houndoom V. Oh, yo, dit is een, die zou ik eens opzoeken. Ja, echt? Ja. Oké, wacht. Ik pak de kaartlijst erbij. Kaart 178. 178. Wow, yo, dit is een fucking vette kaart. Ja. Hij is wel wat waard, mm-hmm. Maar dan rond de 5 euro. Oké. Ik vind hem gewoon vet, zeg maar. Echt een vette kaart. Ja, ook weer met datzelfde gekleurde als, of diezelfde vorm, zeg maar, met hoe ze het hebben ingekleurd als bij die Charizard en zo. Maar ja, zeker. Ik hoop eigenlijk dat wij die Salamence gaan openen, man. Ja, ik hoop echt die Scizor. Die Scizor lijkt me echt heel vet. Ja, maar ik wil eigenlijk nog wel een Rainbowtje erbij en een Shiny, man. Ja. Dan hoop ik op die Shiny Rillaboom. Want die Colossal heb je al. Mm-hmm. Maar tot nu toe gaat het nog echt super goed. Yep. Grass Energy, Old PC, Ursaring, Heat Energy, Snubbull, Taurus, Rookie D, Galarian Mr. Mime, Electrike, een Reverse Holo Staravia en een Ampharos. Nice. Chillende Ampharos. Bij het boompje. Gewoon nagaan dat we dadelijk nog een hele rij packs hebben. Yep. Hoe mooi zou het zijn de Double Charizard pool? Well, ik weet niet of dat kan. Dat zou wel heel veel zijn. In principe is toch elk pakje gewoon kans? Ja, dat weet ik niet of hoe dat werkt. Nee? Zouden ze echt gewoon box limited? Ja, ik heb het nog niet gezien dat er iets dubbel... Volgens mij heb ik één keer gezien dat er twee rainbows in één boosterbox zaten. Maar verder heb ik nog nooit twee van zulke grote kaarten in één boosterbox gezien. Oké. Misschien dat het de eerste keer wordt. Een energy. Cape of Toughness. Powerful Energy. Solrock. Electrike. Dino. Passimian. Bunnelby. Vanillite. Reverse Holo Melmetal. Die is wel nice. En Melmetal. Twee dezelfde kaarten. Oké. Nice. Ik verwacht eigenlijk wel een mooi plekje dadelijk voor die Charizard. Zeker, maar ik ga hem sowieso laten graden, die Charizard. Ja, snap ik. Ik krijg deze week nog een ETB binnen van een nieuwe tussenset, zeg maar. Yeah. Dat is de Pokémon Go set. Er zit een Ditto kaart in, of tenminste, er zit een kaart in. Shiny en Ditto. Ook, maar er zit onderin staat er een Ditto'tje en dan kan je er een folietje van de ding aftrekken en dan wordt die Bidoof bijvoorbeeld een Ditto. Wat? Ik zal je straks wel een filmpje laten zien. Ja, wat? Dus ook gewoon legit dan of wat? Ja, dit is zeg maar, dan zie je zo een Bidoof. Ja. Dus er staat hieronder een icoontje van een Ditto en dan haal je zo'n folietje eraf en dan is het een Ditto. Maar is die dan niet zeldzamer als dat folietje er nog op zit? Nee, of? Want er zitten best wel veel van die Ditto's in. En er zitten Radiants in, dat zijn Shinies, dus die set wordt wel vet. En dat is dan van die nieuwe met die Gardevoir op? Dus. Nee, dat is echt een nieuwe volledige set. Dit is zo'n tussenset, net als dat Celebration set. En Shiny Fates is ook. Ja, oké. Energy, a Powerful Energy, a Solrock, a Steenie, Wishiwashi, Kufant, Dino, Pansir, Mareep, Ampharos en Vikavolt V. Oké, iemand die zou hier heel blij mee zijn. Ja. Hij is shiny wel heel fijn. Vikavolt, jazeker. Ook volgens mij de beste sterke kaart. Want die mag je toch zo inzetten zonder die evoluties? Of moet je die dan... Nee, dan moet je een Vikavolt volgens mij hebben voordat je een V in mag zetten. Als ik het goed heb hoor. Okay. Dat weet ik niet zeker. Het kan ook zijn dat dat niet is. Maar ik ben niet zo heel erg bekend met de mechanics van de game. Ja, in ieder geval als die Charizard jou hit, dan ben ik gone. Yep.
Een Lightning Energy. Een Yellhorn. Flavi. Carnivine. Mareep. Snubbull. Tauros. Rookie D. Galarian Mr. Mime. Reverse Holo Ducklet. En een Tarina. Die geeft haar naam. Maar dan moet je de hamster ook nog helemaal tam maken, toch? Nou, met deze hamsters, een dwerghamster, is dat heel makkelijk, zeg maar. Oh. Hoef je niet zoveel mee te doen. Hij is tam! Een Metal Energy, Flavi, Carnivine, Cape of Toughness, Vanillite, Trapinch, Teddy Ursa, Pansear, Morlul, Reverse Holo Skarmory en een Arctosolt Holographic. Ik vind de kanon best vet. Ja, ook omdat hij zo die elektriciteit om zich heen heeft. Ja, en dan geel en dan komt dan blauw, komt er ook weer mooi uit. Ja, ja. Alleen jammer dat die niet veel waard zijn. Oh, en die moet je ook nog eens summonen met een fossiel? Yep. Dat is met een normale fossiel ook, hè. Oh, dat is kut. Hij is wel vet. Dus met Kabuto's en zo ook. Enige nadeel is dat de Charizard wel heel veel overschaduwt. Ja, yeah. Dus we hebben echt een Rainbow nodig, of we hebben die Sizzle nodig, of we hebben een Shiny nodig. Grass Energy, Birdkeeper, Steeny, Furret, Morlul, Wishy Washy, Kufant, Dino, Pansear, Bounce Sweet Reverse Holo. En een Mimikyu. Oeh. Als die ook nog gewoon reverse holo was of zo, dan, of niet eens, maar gewoon holo. Dan... Ja. Ja, het is best wel een vette art. Ja. Dan sprong je er echt uit, zeg maar. Als ze daar iets mee deden. Yep. Er is trouwens ook nog een deze V-Max. Die zit ook nog in deze... Ja, maar dan weer niet de shiny, hè? Nee, niet de shiny. Dat klopt. Zo. Fire. Steeny, Furret, Yellhorn, Grimer, Klink, Skitty, Pansage, Golett, Rose Tower Reverse Holo, and Galarian Mr. Rhyme. Er was echt zoveel potentie om die holo te maken. Ook weer omdat die achtergrond, omdat er zoveel gebeurt. Waarschijnlijk is die er ook wel. Waarom hebben wij die dan niet? Die zit er nog in. Maar na die charge-up mogen we niet zeuren. Oké, we zijn nu op de helft. Yep. Na dit pakje zijn we op de helft. Yep. En we hebben al de Big Dick. Kan alleen nog maar beter worden. Water Energy, Laron, Semipour, Spike Mute, Golett, Vanillite, Trapinch, Teddy Ursa, Pansear, Reverse Holo Relicant, en Manectric. Oké, ze willen het spannend houden. Ze willen het spannend houden. Zeker. Dat ik die zal ik die op tafel leggen? Ja, dat is goed. Goed, we zijn al halverwege en dit is ons... Wat lijkt de trading card game toch veel op de games? Ja, maar die is echt... Oh, man. Ik zat nog, hè, met die box uitkiezen. Ik dacht nog, waar zit de Charizard sowieso niet in? En toen hoorde ik een stem. En toen dacht ik, oké, die. Maar, what can I say? Het had zo moeten gaan, Milan. Yeah. Het had zo moeten gaan. Ja, die is fucking vet. Die is echt nice. Hopelijk wordt het dan ook gewoon nog een 10 of een 9,5. Yep. En dan is het gewoon bijna perfect. Helemaal nice. Als hij een 10 wordt, dan helemaal gewoon. Yep. Dan ga je hem ook gewoon niet verkopen. Nee. Je houdt hem tot je laatste adem en dan mag je hem doorgeven aan je zoon. En die mag hem dan verkopen. En wordt nice. Clank, Dartrix, de Dene. Hey, waar ben jij? Grimer, Klink, Ducklet, Mareep,
Paris, Reverse Holo, Laron en Octofish. Zo. Wat, gaat die hamster dan niet 's avonds helemaal actief? Of hoor je dat niet zo? Vannacht heb ik niks gemerkt. Oh, nice. Fire Energy, Dedenne, Birdkeeper, Solrock, Rowlet, Wishiwashi, Kufant, Sinistee, Feebas, Reverse Holo, Ursa Ring, en oeh, een hologram. Is toch holo? Ja, hologram Tyranitar. Ik vind Tyranitar altijd vet. Ja. Maar ik vind deze sprite vind ik te cartoonisch of zo. Oké. Okay. Beetje een soort Toon World van Pegasus. Ja. Ja, snap je wat ik bedoel? Of ja, niet? Ik snap wel wat Want je bedoelt. Hij is heel, heel compact, zeg maar. Dus hij lijkt in één keer super klein. Hij heeft wel echt een big dick aanval. En je moet dan wel 5 kaarten discarden. Ik weet niet of dat heel slecht Oef, is. Oef, ja. Maar, ja. Water. Zie die randjes. Why? Swellis. Familiar Bell. Struggle Gloves. Sinistee. Feebas. Persimmon. Fletchling. Wimpod. Galarian Darumaka. En dit is dan een soort van full art? Dit is een full art trainer. Oké, okay, oké. Okay. Die zijn... Breeders Nurturing. Welk nummer, welk nummer? 188. 188. Helemaal op het eind zonder de... Ja, het is niet dat die niks waard is, maar het is ook niet een big dick. Maar wel weer ook hetzelfde zo gekleurd. Ja. Dat is uniek, nice. Mogen ze wel meer mee experimenteren. Ja. Dus gewoon van die sets op een bepaalde manier dan inkleuren qua klimmen. Dat lijkt een beetje zo'n vingerafdrukprint, zeg maar. Snap je? Ja, zo met die lijntjes, zeg maar. Ja. Je hebt, als die kaart ook echt zeg maar, goed zou zijn in de training card game, zou die automatisch wel meer waard zijn. Yep. Ja. Velle breeders, ja. Doe je statics! We moeten nog steeds de sizzle krijgen. Bovenal Rose. Energy. Familiar Bell, Struggle Gloves, Clang, Sentret, Larvesta, Morlul, Toxel, Skiddy, Reverse Holo Wimpod en een Volcarona. Wel één hele vette Pokémon altijd Volcarona. Yep, oh. Maar echt weinig HP. Maar ja, het is ook maar een second stage. Hè, dus. Ja, maar wel fully evolved. Ja. Energy. Een billowing smoke. Heat fire energy. Rallycant, Toxel, Skiddy, Rowlet, Wishiwashi, Kufant, Reverse Holo Serena en een holographic Golisopod. Oké. Het was al echt tijd. Dat klopt, ja. Ik voel hem krimpen. Ik zal mijn broek naar beneden doen. Ja, op zich is die Glissipot ook nog wel nice. Komt er echt helemaal uit, zeg maar, door de manier waarop ze hem hebben getekend. Oeh, er zit potentie in het pakketje. Ja? Yeah. Hoe weet je dat? Omdat ik net een randje erbovenuit zag komen. Oh my gosh. Maar volgens mij is het een gewone V. Volgens mij is het een gewone V. Oh, maar een gewone V. Energy. Heat Energy. Rallycant. Swilus. Zit er ook Larvitar in deze set? Ik denk het wel. Golet. Toch? Ja. Feebas. Purloin. Hippopotas.
Reverse Holo Lunatone en Crobat V. Oké, okay, wel vette art. Vette art, donker. Ja. Paars met rood, roze, altijd nice. Ja, vette art. En ook niet elke V's in de set hebben een V-Max, toch? Nee, nee, zeker niet. Nee. Oké. Okay. Energy. Old PC. Ariados. Ductrio. Purloin. Hippopotas. Sentret. Larvesta. Morlul. Reverse Holo Jigglypuff. En een Mech. Bedoel ik? Dat klopt, ja. Ik snapte hem wel. Meer Lil en Kim. Ja. Recept voor een PA. Energy, Ariados, Ductrio, Billowing Smoke, Bounsweet, Snubbull, Meltan, Bunnelby, Paris, Reverse Holo Dracovish, en een Excavalier. Ze willen het echt spannend houden voor ons. Dat klopt, ja. We begonnen, man. Toen supergoed, toen ging het er een beetje zo. En nu blijft hij een beetje heel langzaam naar beneden gaan. We wachten weer echt op een recht stijgende lijn. Energy. Rose Tower. Oh. Simisear. Laron. Bunnelby. Paris. Larvitar. Golett. Phoebus. Pokémon Breeder Nurturing. Hier, dit is dezelfde kaart als die we net Full Art hadden. Ja, ja. En Scizorvee. Oké, het is in ieder geval een Scizor. We wilden een Scizor. We wilden eigenlijk de V-Max. Dit is ook best wel een vette Scizor. Best wel een vette kaart. Ja, hij popt er wel echt een uit, ja. Hij is gewoon een beetje aan het vechten. Ook al vecht je niet terug. En hij is nog best gedetailleerd ook nog. Mm-hmm. Net schaduw en licht. Ja, ja. Ik weet alleen niet of hij goed is, ik denk het niet. Steel type, is het steel type energy. Ja, dat kan. Dat ligt een beetje aan welke set je speelt. Samusir, Laron, Old PC, Ducklet, Carablast, Galarian Darumaka, Larvitar, Nickit. Oh, daar ging een kaart. Birdkeeper en Milotic Holographic. Hadden we die niet al in het begin? Nee, zonder holo. Nee, hadden we reverse holo, ja. Ja, ja. Milotic is toch wel echt een van de vette Pokémon die je ooit hebt gemaakt, ja. Oh, wel een goede ability. Je kunt gewoon je Pokémon healen. Voor 20 damage. Ik weet niet of dat heel... Nou, dat is volgens mij niet heel veel, hè. Voor 20 damage bij jezelf? Of je heal 20 damage. During your turn, you may heal 20 damage from each of your Pokémon. Nou, als dat gewoon elke keer is, dan kan dat best oké zijn. Als dat gratis en voor niks is. Energy, ho. Vanillish. Shinotic. Ursaring. Larvitar. Nickit. Bounsweet. Snubbull. Meltan. Reverse Holo Skitty. En Birdic. Oké, okay, oké. Okay. Hoeveel pakjes nog? Hierna nog 7. Yo, Poke Sven, welkom op Zwijnstein. Poke Sven. Lang geleden liep hier ook een jongen door deze hallen. Martin Vile. Shinotic. Ursaring. Rose Tower. Oh. Teddy Ursa, Rookie D, Torchic,
Trapinch, Jigglypuff, Reverse Holo Kufant en Golurk. Ja, ik maak packs voor mezelf open, ja. Ja, we hebben wel een Charizard te kopen voor 10 miljoen euro. Ja. We hebben echt na die Charizard, is het echt bergafwaarts gegaan. Yep. Nee, want die is nog niet uit. Op release date krijg ik hem binnen. Volgens mij is dat vrijdag, kan dat? Energy. Carnivine. Big Parasol. Pierce. Trapinch. Jigglypuff. Ducklet. Carablast. Galarian Darumaka. Reverse Holo Escavalier. En daar hebben we Volcarona weer. 10 ATB, hoeveel packs zijn er dan? Wajo, 100. Wajo, hoeveel kost 1 ATB? 50 euro of zo. Oeh, ga voor de 30. Nice. Oh, eentje kost 100. Ik heb er geen 100 voor betaald. Oh, hij heeft er 100 besteld anders. Nee, ik denk dat die... ja, nee, 100 packs, packs. Oh, ja, wat okay, ik zei. Okay. Ja, ik hoop voor jou dat er echt goede pools in zitten, man. Ja. En een Big Parasol. Pierce, alweer? Dat was net ook. Vanillish. Tauros. Diglett. Scovet. Shelmet. Pampoor, Galarian Mr. Mime Reverse Holo en een holographic Corviknight. Oh, is niet voor mezelf, man. Verkoopt op Twitch. Echt serieus, op Twitch? Krijg je nou gewoon legit mensen die willen kopen dan? Of hoe? Nou, waarschijnlijk kopen die mensen dat pakketje en open je hem. En dan wordt het een open je voor die mensen en dan stuur je het op. Werkt ook met nieuwe sets die gewoon nog iedereen kunnen kopen? Ja, volgens mij werkt dat wel. Nice. Een Energy. Staravia. Shinarak. Flaffy. Shelmet. Pampoor. Teddy Ursa. Rookie D. Torchic. Reverse Holo. Solrock. En Lugia. We begonnen. Nee, we hadden de tweede kaart als die Lugia. Mm-hmm. Nieuwe sets, juist altijd. Ja, maar hoeveel kijkers heb je dan gemiddeld dan? Als je de, net zoals dadelijk volgende week dan, je gaat 100 packjes openen. Het is niet zoals zo'n break, hè, dat je ze van tevoren koopt, meestal. Het is gewoon tijdens de stream. E-drive bijvoorbeeld ook. Ja, ja, maar ja, dat, is, ja. Dat werkt denk ik wel echt alleen maar met oude sets. Energy, Shinolic, Flaffy, Carnivine, Torchic, Aron, Rookie D, Wishiwashi, Pansage, Reverse Holo Golett en Flygon. Change you up in Flygon! Waar is de Salamence? Waar is de Golden? Waar is de Rainbow? We hebben de Charizard, dus we mogen eigenlijk niet klagen. Zeker niet. Maar dat doen we toch. Nou, dat gaan we toch doen. Mm. Wij zijn Nederland. Wij hebben het recht om te klagen. Dat hebben onze voorouders gedaan. Dat hebben onze kinderen gedaan. En dat doen wij ook. En Energy. Kabu. Turbo Patch. Dartrix. Wishiwashi. Pansage. Tauros. Diglett. Squovet. Reverse Holo Torchic en Venelux. Oeh, we zijn alweer bij het ene laatste packje. Yep. Dat is de laatste, hè? Die. Dat is de laatste. Maar dit wordt de laatste? Ja, okay, die staat achteraan. Ik doe ze altijd op volgorde. Dat geeft me geluk. Het voelt wel zwaar aan, hoor. Staat er ook een nummer op die we kunnen bellen als hier geen goede pool is? Een klacht indienen? Ja,
We hebben een... Oh. Energy. Turbo Patch. Dartrix. Staravia. Skarmory. Pansage. Electrike. Fletchling. Galarian Mist... Galarian Mr. Mime. Godsamme. Reverse Hallelujah en Gothitelle. Oké. Maar goed dat jij het laatste pakje hebt uitgekozen. Zo. Wat verwacht jij? Wordt het een pakje om te herinneren? Of wordt het een pakje voor in de trash? Hij ruikt goed. Ja, hij ruikt inderdaad best goed. Maar ik vind wel dat dit weer echt een big dick pakje mag zijn. In ieder geval een rainbow. Of een golden. We hebben of een hele box. Of gewoon nog een Charizard. Ja. Je kent het, Milan. Ga ervoor. Dat doen we. Geef alles wat je hebt. Geloof in de hart van de kaarten. Hiding Energy. Fletchling. Gotharita. Galarian Mr. Mime. Torchic. Aaron. Persimmon. Rookie D. We zijn er bijna. De laatste kaart. Reverse Hologotorita en... een holographic Toxtricity. Okay, toch vind ik het wel een vette kaart. Zeker. Toch vind ik het wel een vette kaart om af te sluiten. Zeker. Dat was hem. En onze beste pool, die moet ik nog even een keer laten zien. Zeker. Was de Charizard VMAX. Die heel vet is. Ja, en we hebben dan nog een full art, hè, van die Houndoom. Ja, en een full art Houndoom, ja. Die was ook zeker vet. En een full art van die trainer. Ik denk dat deze box gemiddeld was. Ja, dat denk ik ook. Ik denk namelijk, dit is wel een van de beste pools uit de set. Ja. Alleen de rest daarna is meh. Maar je kan ook allemaal de net niet, de ook goeie, maar dan allemaal net niet. En dan zie je op hetzelfde niveau, zeg maar. Ja. Dit is wel echt een win. Dit is wel echt een win. En dan ook nog de verrassing. Dat Milan eigenlijk dacht dat hij de box van mij zat te openen. Ja. Maar de box is helemaal van hem. Dus hij zei, ja, kijk. Ik zo, ja, gast, nou heb je het eigenlijk al voor me verneukt. Want dan moet ik het nou wel zeggen. Yeah. Ik wil eigenlijk gewoon pas bij het laatste pakje het zeggen van, oh Milan, en trouwens... die de box is helemaal van jou. Dat is wel heel ziek. Dat vind ik wel heel nice. Dit was in ieder geval het kaarten openmaken gedeelte. In ieder geval, als je dit op YouTube terugziet, bedankt voor het kijken.